Herken je je in deze zin? Je functioneert best solo. Het gaat altijd rapper als je het alleen doet, want ja, ze zijn eigenlijk direct mee met wat je bezig bent. En dat kan nogal een keer knetteren op het werk, of je collega's kunnen je eigenlijk niet volgen als je op gang bent en als je nieuwe ideeën aan het spuien bent en daar ontstaat frictie door en ja, dan piekt het wel een keer. Je schakelt heel snel, dus jij ziet al de oplossing van het probleem ja, nog voor bijna het probleem gesteld is en je collega's ja, kunnen daar ook niet in volgen. En ook daar krijg je al een keer frictie met je collega's. Heb je ook het gevoel van, ja, ik leg mijn altaar, ik heb een zeker niveau dat ik wil bereiken, maar blijkbaar is dat niveau dat jij stelt veel hoger dan dat niveau dat anderen stellen. En daar jaagt je in op. Plus je jaagt je ook nog een keer op, omdat je dat niveau niet altijd kunt halen. Waardoor dat eigenlijk ja, frictie geeft met anderen, maar ook frictie met jezelf. Of er is een debat op het werk, hè. Er worden nieuwe regels geïmplementeerd, al uw collega's vinden ook, ja, dat kan eigenlijk niet zijn, dat is hup en je springt in de bres, je zet een stap vooruit, want ja, we moeten dat hier aanpakken, maar al uw collega's zetten een stap achteruit en hebben zoiets van, joh, ik ga dat laten passeren. En hè, wie op het einde van de rit is de enigste die dan vlaggen heeft, zij dan jij, want ja, die onrechtvaardigheid kunnen toch niet laten passeren, kost wat kost, en dan ga je extreem in. Botst ook regelmatig op het gevoel van, ja shit, is dit het nu maar? Zit er niet meer in? Waarom hebben andere mensen zo niet die honger naar van, ik wil hier een verschil maken? Ken je dat gevoel? Of, het hangt er een beetje nauw mee samen, hebben zo'n continu gevoel, zeker als je even niks te doen hebt, als het even rustig is, zo direct een gevoel van onrust, alsof dat je toch ergens iets gaat moeten vinden om dat te proberen vastpakken. Of... heb je zo een heilige hekel aan het woord moeten. Als ze zeggen van je moet dit doen of je moet dat doen, dat is al bijna een rode lapper dat je al bijna principieel het omgekeerde gaat doen. Zeker als het van die regeltjes zijn waar dat je de voor- van de achterkant niet van snapt en eigenlijk niet snapt waarom dat ze dat regeltje verzonnen hebben. Al die dingen samen heb je dan ook wel eigenlijk het gevoel van ja... Ik voel me toch gelijk wel dat puzzelstukje dan niet in de puzzel past waarin dat ik zit. Dus ja, je voelt je toch wel onnatuurlijk, ongemakkelijk bij de hele situatie. Dan hebben we iets voor jou. Het e-book bestaat al toch al eventjes. En is eigenlijk 10 tips hoe dat je aan de slag kan met die kenmerken. En hoe dat je die op een positieve manier kunt beginnen ervaren. Dus als je je in veel van deze kenmerken herkent en je hebt zoiets van, oh verdomme, ik zou er echt iets aan willen doen. Download dan zeker ons e-book en ga aan de slag met de 10 tips. En je zal zien dat met kleine aanpassingen of een andere mindset of een andere kijk op de uitdagingen, dat je al heel veel impact gaat hebben en dat er verschillende van die gevoelens, om niet te zeggen al deze gevoelens, toch al bijgestuurd gaan worden naar een lichtjes andere ervaring. Ik zou zeggen, download het e-book. Veel succes met de tips. En altijd welkom voor feedback te krijgen. Succes!